dat toch gaan we doen. Roy Shabbat, geef ze een groot applaus. What a great music. Roy Shabbat, thank you very much. Dames en heren, een hele goede avond. En van harte welkom bij alweer de 15e openbare viering van Chanukka op de Dam. Het feest van het licht met het motto Light Up Amsterdam. En iedereen die het barre weer heeft getrotseerd in deze kou, nogmaals van harte welkom. Dames en heren, ik vraag u nogmaals dringend om rekening te houden met de bekende coronamaatregelen. 1,5 meter afstand. Please keep your distance. 1.5 meter. It is really important to continue this event. Thank you for that. Dames en heren, in het komende programma hebben we een keur aan prominente sprekers. En natuurlijk het aansteken van de lichtjes van de achtarmige kandelaar. En we hebben prachtige zang en live muziek van Roy Shabbat. En na afloop iets lekkers, na afloop van het officiële gedeelte.
Mijn naam is Floris Capelle. En heel graag geef ik nu het woord aan rabbijn Menachem Evers, organisator namens de Joodse gemeenschap en de stichting Jewish Young Professionals. Rabbijn Evers, dankjewel. Dankjewel Floris. Meneer Capelle, dankjewel. Chag Chanukah Sameach. Geachte hoofdcommissaris, goede vriend Frank Pauw, welkom, dankjewel dat u hier bent. Geachte lokale burgemeester, mevrouw Simone Kukenheim, wat fijn dat u hier met ons bent. Also thanks to the representative of the Israeli embassy who will be here shortly. Mevrouw en meneer Grishaver, welkom, dankjewel, wat fijn dat u hier bent. And last but not least, thank you all for being here with us. Chanukah Sameach. So we waren aan het twijfelen en we hebben er lang over nagedacht of we dit evenement wel of niet moeten laten doorgaan. En ik weet zeker dat u alle ervoor zult zorgen vanavond. You make sure to keep your distance so we can continue with this evening. Dat u alle uw afstand zult houden zodat we door kunnen gaan met dit evenement. Maar ik dacht bij mezelf van deze lichtjes hebben hier al 14 jaar geschenen op de Dam. Het kan niet zo zijn dat het 15e jaar, dat is nog een mooi getal 15, dat we hier niet ook die lichtjes schijnen. En we hebben daar met z'n allen over gesproken en uiteindelijk hebben we besloten dat we deze positiviteit, deze lichtjes willen schijnen op de Dam en van hieruit naar heel Nederland en van hieruit naar de hele wereld om die positiviteit te laten schijnen. En een van de dingen die mij opkwamen was een geval dat zich voordeed precies 5 jaar geleden. Mijn lieve vrouw en lieve kinderen zaten in de tram vanuit de rivierenbuurt naar de Dam. Samen met mijn schoonzus en haar kinderen. En ze zitten in de tram en mijn zoontjes met hun keppeltjes op hun hoofd. En dan komt een mevrouw naar mijn schoonzus en naar mijn vrouw en naar de kinderen en zegt: wat mooi om te zien dat hier kinderen zo in het openbaar met een keppeltje gewoon in de tram in het openbaar naar de stad kunnen gaan. En die mevrouw vertelde: nou, ik heb ook wel wat Joods bloed. Mijn overgrootoma van mijn moeders kant is ook Joods. Nou, mijn schoonzusje zegt tegen haar: kom mee naar de Dam, we gaan dit vieren. En zij kwam inderdaad mee naar de Dam en ze zei, na afloop zei ze: wat was dit zo inspirerend en wat was dit mooi. En ik wil vanaf nu ook de Chanukah lichtjes in mijn huis ook gaan aansteken. Dat, toen ik dat bedacht, dacht ik, die lichtjes moeten verder schijnen. En wij stonden hier vanmiddag. Stonden wij hier voor te bereiden. En dan komt een meneer naar me toe en die ziet de Chanukia op mijn auto. En hij zegt: welke avond is het vanavond? En we beginnen zo te spreken. En hij zegt: ja, weet je wat? Mijn overgrootoma van mijn moeders kant is ook Joods. En hij zal hier vanavond ook aanwezig zijn. En hij zal ook die lichtjes laten schijnen in zijn huis. Wij weten nooit wat voor impact wij kunnen hebben op een ander. Wij zijn alle een kaars. Wij zijn alle licht. Laten wij ervoor zorgen dat wij dat licht ook, ons licht, laten schijnen. Wij zijn allemaal prachtig. Wij zijn allemaal speciaal. Laten wij ook ons licht laten schijnen naar een ander. En dat klinkt misschien heel spiritueel. Laten wij licht zijn, laten wij licht schijnen. Maar wij weten allemaal wat ons licht is, wat ons kracht is, wat onze talenten zijn, hoe we dat ook kunnen delen met een ander. We kunnen een goede daad doen, we kunnen een mitswe doen. Onze geleerden zeggen dat een mitswe is als een kaars en dat kunnen we laten schijnen. Hoe kunnen we nog meer licht schijnen? Er zijn tientallen voorbeelden. Bijvoorbeeld iemand, we kunnen iets geven aan een goede organisatie, aan een liefdadigheid. Geef wat meer dan ik had willen geven. Glimlach naar een ander. En niet alleen naar een ander, maar kijk ook in de spiegel. Glimlach ook naar jezelf. Wees trots op wie je bent. Wees dankbaar voor wat we hebben. En laat dat ook, deel dat ook
met een ander. En wees er ook voor een ander. Laten wij in deze tijd zien dat een virus, een klein virus wat we niet eens kunnen zien, zich zo kan verspreiden. Positiviteit, een klein lichtje, doet heel veel duisternis verdrijven. Laten wij licht zijn, laten wij licht schijnen en laten wij ervoor zorgen dat wij positiviteit uitschijnen. En laten we hopen op een hele mooie tijd verder vanaf nu, waarin wij alle ons licht zullen schijnen. Ik wens u allen een Chag Chanukah Sameach. Dank u wel, Rabijn Evers. Dames en heren, dan zou nu het woord zijn aan de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dilan Jezelgus-Zegerius. Maar die is helaas ziek geworden. Dus vanaf deze plek wensen we haar van harte beterschap. Dan is het nu wel tijd voor de volgende spreker. En met heel veel plezier geef ik het woord aan de loco-burgemeester van Amsterdam, mevrouw Simone Koekenheim. Ja, daar bent u. Van harte welkom. Dank u wel. Wat een enorme eer om hier te zijn en wat fijn dat we bij elkaar kunnen komen. Dan begin ik meteen mijn praatje met een soort preambule. Ik hoop dat we vaker bij elkaar kunnen komen, maar daarom is het wel belangrijk dat we elkaar blijven beschermen tegen dat nare virus. En daarom wil ik u vragen, daar waar u dat nog niet heeft gedaan, om een beetje afstand van elkaar te houden en die hygiënemaatregelen na te leven. Zodat we ook om elkaar heen kunnen staan. En dat is toch ook een mooie gedachte bij de feestdagen. Ik ben altijd ontzettend trots als ik de Chanukia zie op de Dam. Want u en ik weten dat het wel eens anders geweest is in deze stad. Dat je zo openlijk Chanukia kon vieren. Dat heeft niet altijd gekund en nu kan dat wel. En dan moet ik denken aan de actualiteit en dan denk ik eigenlijk meteen aan al diegenen die, en dat snap ik ook wel, die zich verdrukt voelen en verscheurd misschien tussen de verschillende maatregelen van de pandemie. Maar die weten natuurlijk zo, als je dit ziet, deze Chanukia, dan weet je dat het helemaal niks te maken heeft met de tijden die er waren. De tijden dat er absoluut geen Chanukia kon staan op de Dam in Amsterdam. En hoeveel vrijheid we dus hebben dat nu wel kan. En dat we daar dus ook heel erg blij mee moeten zijn. En dat die vergelijking dus eigenlijk heel kwaadaardig is. Ik ben blij om hier te zijn. En ik heb dus nog even nagedacht over Chanukia. En toen dacht ik, als we dan toch over de actualiteit hebben, dan is dit ook een soort oefening in geduld. Deze tijd van de pandemie, maar ook misschien wel Chanukia. En nou heb ik het verhaal niet zo ontleend als de rabbijn ongetwijfeld heeft gedaan. Maar ik dacht, nou, zo'n kruikje olie, waarvan we dachten dat het maar één dag zou meegaan en wat het dan toch 8 dagen deed. Misschien was het een vaatje olie. Dat is toch eigenlijk een oefening in geduld. En dat is dan toch een mooi symbool om daar nu weer even bij stil te staan. En alles op te brengen, elke dag weer, om dat met elkaar te hebben. Nou, met die boodschap wou ik mijn praatje eindigen. Ik wens u een alle Chanukia Sameach. En ik hoop tot volgend jaar. Dank u wel, mevrouw Koekenheim. Dank u wel. Dames en heren, ik moet u nog één keer verzoeken om afstand te bewaren. 1,5 meter, dat moet echt. Anders kan het evenement niet doorgaan. Foreign visitors, please keep your distance 1.5 meter. So we can continue this event. Dames en heren, en dan is het nu tijd voor het aansteken van de shamash. En mag ik de hoofdcommissaris van politie van Amsterdam, de heer Frank Pauw, verzoeken om op het podium te komen. Daarbij geassisteerd door rabbijn Evers. Hallo.
Beste mensen, enigszins onvoorbereid. Het is me net gevraagd of ik u in ieder geval nog wil toespreken. En laat ik net als de lokale burgemeester beginnen. Wij balanceren natuurlijk als maatschappij op de rand met dat hele vreselijke virus. En toch nog één keer, om er zeker van te zijn dat dit een goede doorgang kan vinden, wil ik u vragen afstand te houden, 1,5 meter. Want mijn eigen politiemensen die maken zich nu al zorgen over het feit dat we zo dicht op elkaar staan. Laat ik het nog één keer vriendelijk vragen. Dank u. Dan ten tweede, het is voor mij een eer en genoegen om hier te mogen staan. Wij zijn een politie, de nationale politie, maar ook de Amsterdamse politie vooral, die voor iedereen er wil zijn. En zo organiseren wij ook een iftar, hebben wij hele nauwe banden met het Caribisch netwerk. En toen Menachem mij vroeg of ik hier wilde komen en inderdaad de eer mocht hebben deze kaars aan te steken, toen heb ik gelijk ja gezegd. Juist ook omdat de Joodse gemeenschap, juist in deze tijden en juist onder deze omstandigheden, ook de Amsterdamse politie zeer dierbaar is en zelfs meer dan dat. Ik zal het kort houden. Weet dat de Amsterdamse politie voor iedereen er is en zeker ook voor de Joodse gemeenschap. Ik wens u allen, in mijn geloof in ieder geval, een gezegend Chanukka. Dank u wel. Dank u wel, meneer Pauw. Dames en heren. And now I'd like to introduce the representative of the Embassy of Israel, Mrs. Karen Perry. Good evening, very welcome. Wow. Good evening, everyone, and Erev Tov. Hopefully you all can hear me. On behalf of the embassy and the state... No, I don't think so. Let's start again. Good evening, everyone, and Erev Tov. On behalf of the embassy and the state of Israel, I wish to thank Rabbi Menachem Evers and Deputy Mayor Ms. Simone Kukenheim for inviting me to this very special occasion to celebrate Chanukah with all of you in Amsterdam tonight. I would also like to extend an especially warm welcome to Ms. Dylan Yessi-Legoz and Mr. Jack Grieshaver. I am filled with warmth and joy seeing everyone that came on this very cold evening to celebrate the fifth night of Chanukah. The nights might be getting darker, but our spirits remain bright. Every Jewish holiday has its own uniqueness. Chanukah, however, has a specific one, as it commemorates a spiritual victory. Yeah. The oil, which miraculously lasted for 8 days, signifies the importance of religious freedom for the Jewish people, as well as for any other religion, and the need to protect religious rights. In Israel, we have a very well-known Chanukah song, which includes the phrase, Kol Echad Or Katan VeKulanu Or Eitan. This means that each candle in the menorah, Chanukiah, sheds a small light. However, put together, the menorah as a powerful source is and becomes a powerful source of light. Humans are the same. Each person has its own spirit and uniqueness. However, utilizing our individual abilities and strength towards working together as a community, we can create change and make a huge difference in the world. Today is the opportunity for me to reiterate that we should all work together towards a brighter and better future and fight against anti-Semitism and hatred. Tonight, we are celebrating the importance of standing up proudly for what we believe and who we are. We are also celebrating the importance of sharing traditions and cultures from parents to children, from generation to generation. Dealing with the corona pandemic is hard on each and every one of us, but we managed to get through it last year and will manage to get through it again. Standing here tonight and seeing all of you shows me that it doesn't matter under what conditions we celebrate, as long as we gather and we do.
So we should all take a moment, or even two, to look around and really appreciate what we have and who we have it with. I would like to wish you all a safe and happy Hanukkah and happy holidays to all. Thank you very much, Miss Perry. Dames en heren, dan geef ik nu heel graag het woord aan de initiator van het Nationaal Namenmonument, de heer Jacques Grishaver. Goedenavond allemaal. Ik word dan genoemd initiator van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Maar ja, ik spreek ook eigenlijk als voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. Enige tijd geleden werd mij gevraagd om vanavond hier het woord te voeren. Maar tot gisteren zat ik me suf te praktiseren wat ik nou eigenlijk moest zeggen. Moest het vanavond opnieuw over de actualiteit gaan? Ik had al van verschillende kanten gehoord en gelezen hoe bijvoorbeeld onze minister van Justitie zijn bezorgdheid uitspreekt over het alsmaar weer de kop opstekend antisemitisme. En ook anderen bezigen ongeveer diezelfde woorden. Moest ik me hier dan ook weer uitspreken hoe woedend we zijn bij het Auschwitz-comité over dat stelselmatig, volstrekt ongepast vergelijken van de huidige coronamaatregelen met de jodenvervolging. Moest ik het hier weer hebben over dat sommige politici er niet voor terugdeinzen de holocaust te bagatelliseren, tussen aanhalingstekens plaatsen. Dat ze tweets plaatsen over Joodse organisaties die kennelijk te veel stampij maken over dat specifieke gedeelte van de Tweede Wereldoorlog. Beweren dat Joden niet alleen recht hebben op de Tweede Wereldoorlog. Moest ik me hier vanavond boos om maken over dreigementen met zogenaamde tribunalen, notabene ons parlement. En daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Hallo. Laten we het vandaag hebben over de goede dingen. Over het verslaan van de duisternis met licht. Over het licht van Chanukka, dat ons herinnert aan de herovering van de tempel in Jeruzalem. Maar dat ook in mijn ogen symbool staat voor iets anders. Namelijk voor wat ik zou omschrijven als: ze krijgen ons er niet onder. U weet natuurlijk dat afgelopen september hier in Amsterdam het Nationaal Holocaust Monument is onthuld. Na jarenlang daarvoor geijverd, of beter nog, gestreden te hebben, staat het er nu eindelijk. Onverzettelijk en onuitwisbaar. Het toont in al zijn rauwheid het gevolg van die ultieme poging om ons eronder te krijgen. Het is een steengebeiteld verdriet om het verlies van zoveel die het verdiend hadden vader te zijn, oma, kind of buurmeisje, klasgenoot of een geliefde. De reacties op het namenmonument hebben ons behoorlijk verrast. Toen we ermee bezig waren, wisten we al dat het belangrijk was. Maar we hadden nooit gedacht dat mensen er zo door ontroerd en geraakt zouden worden. Overal langs de wanden met namen zijn duizenden steentjes gelegd. Het heeft ons weken gekost om alle e-mails en brieven vanuit de hele wereld te beantwoorden. Er kwamen ongelooflijk veel reacties via de sociale media. En als ik nu in het monument ben, word ik vaak aangesproken. Door bekenden, maar ook door veel onbekenden. We spreken over de namen, over de familie. Mensen huilen soms, stenen worden zachtjes aangeraakt en bijna elke dag zijn er schoolklassen. Iemand schreef iets op Facebook wat we van meer mensen terugkrijgen en ik citeer: de stenen heb ik mogen aanraken, dat doet veel met je. Het gevoel dat ze weer terug zijn in Amsterdam. En het gevoel dat we mijn opa's en oma's, ooms en tante voor het eerst hebben mogen ontmoeten. Dat is niet te beschrijven. Einde citaat. Zelfs werd ik erg getroffen
door Natasja van Wezels column in het Parool. Ze beschrijft erin hoe ze in het monument op een moment naar boven kijkt en zich weerspiegeld ziet in het roestvrije staal. Ze realiseert zich opeens dat ondanks alles zij er nog is. En dat wat ooit de bedoeling was, niet is gelukt. Dat is wat mij betreft ook de essentie van Chanukka. Het namenmonument is niet enkel een verdrietige plek die laat zien waar antisemitisme toe kan leiden. Het is ook juist een lichtend symbool van het leven. Een monument dat zegt, ze hebben ons er toch niet onder gekregen en dat gaat ze ook niet lukken ook. Toen niet, nu niet, nooit niet. Chag Chanukka Sameach. Dames en heren, daar ben ik weer. Helaas moet ik u nogmaals verzoeken, en dat is echt heel dringend, om verder naar achter te gaan, verder afstand te houden. We moeten het programma inkorten, maar we willen het programma niet afbreken. Wilt u alstublieft meer afstand houden? Please, ladies and gentlemen, I ask you again to keep more distance. We can only finish the program as we planned, if you have more distance, otherwise we have to stop the whole program. Please listen to me. It's the only way to celebrate this evening, to light the candles. And first we have to take all the distance, please. Nogmaals, ik herhaal het, dames en heren. Het is serieus. We moeten meer afstand houden. Het programma gaat alleen verder als we afstand houden. Als we geen afstand houden, is het nu afgelopen. En dat zal toch heel verdrietig zijn, want dan gaat u naar huis zonder de kaarsjes te zien branden en zonder de soep en de soelkaniot en het zingen. Wilt u alstublieft allemaal 5 stappen naar achter doen, verder naar achter. Er wordt meegekeken vanuit het gemeentehuis, door de politie en door andere overheidsinstellingen. Dit is heel serieus. We gaan niet verder voordat er meer afstand is. En dan moeten we gewoon stoppen en gaan we onverrichte zaken naar huis. Ik zie her en der wat mensen bewegen. Wilt u dat alstublieft nogmaals doen? Ladies and gentlemen, the government, the city hall and the police ask us to keep more distance. It is serious. We have to stop the program if you don't do that. I'm sorry to say. Please step away. Do 5 steps around and more back. And keep distance. It's the only way that we can light the candles and celebrate Chanukka together. It was a promise we have to do to the government, and we have to keep our promise. Otherwise, we have to stop the program. Please, thank you very much. Dames en heren, dan is het nu tijd voor het uitspreken van de Berre God en het aansteken van de kaarsen door de heer Jacques Grishaver. Daarbij geassisteerd door rabbijn Evers. Gaat uw gang. Aansluiten. Baruch at Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu, mimit motof, vetzivanu, lehadlik ner shel Chanukka. Amen. Baruch at Adonai, Eloheinu melech haolam, sheasah nisim la'avotenu, בימין ההם בזמן הזה. אמן. תודה רבה. Bye.
Dames en heren, mag ik uw aandacht voor Mao Zedong, gezongen door Ghazan Sasha van Ravenswade. Goedenavond. Doet u allemaal even mee? Dankjewel. Super. Bladzijde 9. Mao Zedong, je schoot me gaan en wat een stem, fantastisch. Geweldig. Dames en heren, mag ik dat nu? Ja. En dan krijgen we nu weer Rabijn Evers voor het dankwoord. Dames en heren, ik zal het kort houden. Voordat Sasha zo direct als Shalom gaat zingen, wil ik graag nog even een paar mensen bedanken. Ten eerste, het is een grote eer. De hoofdcommissaris Frank Pauw dat u hier aanwezig bent, dank u wel. Mevrouw Simone Kukenheim, lokale burgemeester, dank u wel. Mevrouw Karen Perry, die moest weer vertrekken, maar dank u wel. Thank you for your presence. Meneer en mevrouw Grishaver, dank u wel voor uw aanwezigheid en voor de mooie woorden. Graag wil ik ook danken het comité, het organisatiecomité. Een grote dank, zonder jullie was dit nooit zo'n groot succes geweest. Graag grote dank. Een applaus voor Roland Vos. Raymond Schloss. Sosha Lissauer. En Nathan Butcher. Het organisatiecomité, dank jullie wel. Ah, ik ben nog niet klaar. Ah. En natuurlijk, na 15 jaar in zijn eentje het altijd hebben gedaan, eens een hard applaus voor Menachem. En een cadeau om lekker met je vrouw uit eten te gaan. En een mooie parfum namens heel Joods Nederland. Applaus voor Robijn Evers. Dankjewel. Dan wil ik nog namens Chabad Amsterdam Nederland en de Israeli community, gemeente Amsterdam, hartelijk bedanken voor de samenwerking. Antien en Hans voor het geluid en techniek. Joods politienetwerk, dank voor jullie aanwezigheid. Alle vrijwilligers van Maccabi, dank jullie wel voor jullie hulp. Floris Capelle, dankjewel voor het prachtige werk. De Yeshiva Bochim van de Babbage Yeshiva Friends, thank you. De Concertino Band. En I would like also dankjewel aan mijn vrouw en kinderen voor al hun support en al hun hulp. En nog een paar sponsoren wil ik graag noemen. Please do not come to the soup. The soup is going to come to you and the soup is going to come to you. Please don't go there. En David Basemer en het team van de DNR Invest, thank you for your support.
En IAS, de Joodse gemeente Amsterdam, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dank jullie wel. De Susan-familie, Jenny Frame Productions, Nadim en Miral Levian-familie, Gideon Italiander, de Salomon-stichting en Coupelian Advocaten. Iedereen hartelijk bedankt ook voor jullie support en de mogelijkheid om hier nog in de busje wat geld te doen. We zullen nu eindigen met Oseh Shalom Bim Romav door Sasha. Eerst nog de laatste woorden door meneer Capelle en daarna Sasha Oseh Shalom en daarna muziek. En daarna blijft u alsjeblieft op uw plaats, loop niet rond. Please keep your distance, please, please. Thank you. Dank u wel, Rabijn Evers. Dames en heren, dus nogmaals, blijf op uw plaats. Zitten of staan, de soep en de soefganiot komt naar u toe. Gebracht door de vrijwilligers van Maccabi Nederland, daar komen ze al. Dus blijf op uw plek voor soep en soefganiot. En dan kunnen we nog één keer genieten van de fantastische stem van Ghazan Sasha van Ravenswaarde met Oseh Shalom. Daar is hij, geef hem. Okay, everybody, please stay on your... keep distance and don't move. The soup and soufganiyot will come to you. And now a big hand for one more time. Ghazan Sasha van Ravenswaarde.
Populair, ik weet het. Zou u alstublieft allemaal bij het buffet weg willen gaan? We hebben hulp van Maccabi Nederland. Van een fantastisch team dames die ons helpen met de soep verspreiden. En als het zo doorgaat, krijgt u geen soep. Helaas. Wilt u allemaal bij de buffetten weggaan? Afstand houden. Verspreiden. Dat is de enige manier dat u allemaal wat krijgt. Vervelend dat ik het steeds herhaal. Vervelend ook dat er mensen toch blijven staan. Wilt u alstublieft bij de buffetten weggaan? Wilt u afstand houden?
Dank u wel voor de medewerking. Dank u wel voor een fantastische avond. En de muziek mag weer verder. Waarom gaat de oase in? En loopt een moment met gouden zijn piano. Wie de mano is piano. En waar gaat het? Waarom gaat de oase in? En loopt een moment met gouden zijn piano. Wie de mano is piano. En waar gaat het? Yeah.
Alweer krijg ik het signaal. Meer afstand houden. Er mag niet gedanst worden. Please keep distance and don't dance. I'm really, really sorry. But I have to warn you again. It's the last 15 minutes of the event. Please give us a chance to finish the whole program. Dames en heren, ik moet het weer zeggen. Geef ons een kans het programma te beëindigen op de manier die wij willen. We gaan nog 15 minuten door met gezellige muziek. Er mag niet gedanst worden en u moet absoluut afstand houden. Dat is de enige manier waarop het kan. Hey,
Dames en heren, u was een fantastisch publiek. Ladies and gentlemen, thank you very much. Happy Chanukah, op Simchas. Hope to see you next event. We really have to stop. Thank you very much. You was a great audience. Dank u wel. U was een geweldig publiek. Nog vele jaren Chanukah. Chag Sameach.